denk dat ik altijd in het theater zin zoek. Ik denk dat ik van mijn beroep zin zoeken heb gemaakt. En ik zoek zin door boeken te lezen, door muziek te luisteren, door met mensen te praten. Niet dat ik verwacht het te vinden trouwens, de zin, maar het is wel leuk om te zoeken. Is zinloos erg? Ik denk niet dat zinloos erg is. Nou, wat ik mooi vind aan een kerk is dat het een plek is inderdaad waar je wel bijvoorbeeld tot bezinning kan komen. Of waar je jezelf vragen kan stellen, waar een soort concentratie is op je innerlijke wereld. En die concentratie heb je niet altijd buiten, want daar is het gewoon druk en veel en herrie. En in een kerk kan je... zijn alle ogen gericht op de binnenkant. Bij mij dan, ja, want ik geloof niet in God. Dus bij mij zijn mijn ogen niet gericht naar boven, maar naar binnen. Maar ik denk dat dat bij de meeste mensen zo is. Toch? Of niet? Weet ik niet. Wat ik soms lastig vind in een kerk is dat het heel erg gaat over het hiernamaals. En dat de oplossing altijd gezocht wordt in hierna en de verlossing gevonden wordt hierna. En ik ben juist zo dol op het leven nu hier. En ik zou graag nog meer over nu hier horen in een kerk. Ja, het gaat ook wel over het nu vaak, dat merk ik ook. Want ik ga echt wel eens mee naar kerkdiensten. Maar het gaat ook verrassend vaak over dat het nu hier niet allemaal goed is en dat er veel kwaad is. Zo ervaar ik dat. En dat het straks allemaal beter gaat worden. En dat vind ik soms bijna zelfs een belediging naar mijn geloof. Want ik geloof in nu en hier. En ik zie ook wel dat het niet allemaal goed is, maar dat hoort erbij. Dat kan niet anders. Ik zou zelfs een God die helemaal goed was niet boeiend vinden, want God moet toch ook een andere kant hebben. Het moet toch een compleet ding zijn, een compleet verhaal zijn. En ja, ik vind het jammer als het alleen maar... zoiets.